Welkom bij de 6e Hatha Yoga live les. Kom lekker zitten op je matje of op de vloerbedekking of waar je ook bent. Hopelijk heb je genoeg ruimte om mee te kunnen doen met deze 6e Hatha Yoga les. Probeer zo comfortabel en ontspannen mogelijk te gaan zitten. We gaan eerst zitten in aandacht. En je kan in de kleermakerszit komen zitten. Je kan eventueel je benen naar voren doen in de langzit. En je kan er ook voor kiezen om in de halve lotus of in de hele lotus te gaan zitten. Als je in de kleermakerszit zit en je hebt je knieën best wel hoog zitten, probeer dan op een kussen te gaan zitten zodat daarmee je bekken kantelt en je knieën wat lager komt. Dat is net even wat meer ontspannen en comfortabeler voor jezelf. Dan gaan we starten met het zitten in aandacht. Mag je handen op je knieën leggen. Je doet je duim op je wijsvinger en je vingers bij elkaar. Vervolgens gaan we even kijken en voelen of je lichaam mooi in een mooie zit zit. Hou je schouders laag, lichte holling in je rug. Je nek is lang. En het is alsof er via je hoofd een touwtje omhoog gaat richting het plafond. Je kan schuin naar beneden kijken, maar het kan juist ook heel fijn zijn bij het zitten en aandacht om even je ogen dicht te doen en op deze manier te focussen op je ademhaling, te focussen op je lichaam, om alles buiten je te laten, alle indrukken. Alle geluiden, alle beelden. Adem rustig in door je neus. En uit door je mond. En breng eerst even aandacht naar je hoofd. Naar alle gedachten die je in je hoofd hebt. Voel even of je hoofd druk of rustig is. Of die angstig is of blij. En neem het voor waar wat er gebeurt in je hoofd. Adem daar rustig naartoe. Vervolgens breng je aandacht naar je oren. Voel even hoe je oren voelen. Wat hoor je allemaal om je heen? En focus daar even op. Breng aandacht naar je ogen. Voel hoe je ogen in je oogkassen liggen. Breng aandacht naar je neus. Adem in door je neus. En weer uit door je mond. Breng aandacht naar je mond. Je kaken zijn een klein stukje van elkaar af. Je tong ligt ontspannen in je mond. Adem rustig in en uit. Breng aandacht naar je nek, je hals. En als je nek gespannen is, probeer dan op een uitademhaling je gespannenheid los te laten. Laat het van je afglijden via je nek, je schouders, je armen, je polsen. Adem rustig in en weer uit. Voel je rug en breng even daar alle aandacht naartoe. Geef elke ruggenwervel even de aandacht die die verdient. Heb je pijn aan je rug, probeer dan daar even wat extra aandacht naartoe te brengen. En blijf heel rustig doorademen. Voor
vervolgens je staartbeen, je staartbotje. Voel hoe je billen de mat raken. En breng even alle aandacht naar je billen. Naar je benen, je knieën, voel op hoe je handen op je knieën liggen. Breng even aandacht naar je enkels, je voeten, voel even hoe je voeten voelen, zijn ze warm of koud. En blijf rustig doorademen. Adem in en voel even je borst en breng daar alle aandacht naartoe, naar je hart en je borst. Ga vervolgens naar onze buik en voel even hoe je buik op dit moment voelt. Van top tot teen hebben we even aandacht geschonken en zoveel mogelijk lichaamsdelen van jezelf. Gaan we nu proberen alles te activeren. Mag je je ogen even open doen en kan je eerst schuin naar beneden kijken. En je hoort het al, ik ben mijn handen aan het wrijven. Die ga ik warm wrijven. Maak ze goed warm. En als je handen goed warm zijn, leg je vervolgens je vingers op je ogen. Voel de warmte van je vingers. Misschien voel je de trilling van de beweging, van het wrijven. Mag je eerst even rondjes draaien om je ogen. Je voorhoofd. Masseer je even je schedel. Zorg voor lekker ontspannen. Vervolgens pak je duim en je wijsvinger en ga je van boven naar beneden even je oren uitrollen. Zorg ervoor dat je een signaaltje maakt richting je brein, waardoor die geactiveerd wordt en waardoor je ook makkelijker en beter kan luisteren. Vervolgens maak je je wangen warm, je neus, je mond. Geef je hals maar even goed warm en je nek. Je schouders en je armen, je vingers, onderkant van je armen en je andere arm. En probeer goed rechtop te blijven zitten. Doen we de voorkant van onze romp. Eerst de borst, dan je buik. Volgens de achterkant daar waar je bij kan. En dan mag je je benen in een lichte spreid naar voren leggen. Doe eerst ons linkerbeen in de bovenkant. Blijf goed warm. En dan de onderkant. Dan het andere been. En de onderkant. Van je voeten naar je toe. Wel zo dat het goed voelt. Mag je even de onderkant van je voetzolen met je duim even masseren. Even drukken. En mag je je voeten op met je voetzolen naar beneden leggen en je knieën omhoog. Je handen leg je even achter je neer. En dan gaan we even beginnen met de warm-up. Mag je je knieën even opzij neerleggen. Adem rustig in. Ga je knieën naar het midden. En op de uitademhaling laat je naar de andere kant zakken. Adem rustig in naar het midden. En op de uitademhaling naar de andere kant. Naar het midden. En opzij. Midden, andere kant, adem in, adem midden en adem uit, adem in,
benen voor je uitstrekken. Laat je handen nog even achter je billen liggen. Mag je benen iets omhoog tillen. En naar beneden. Omhoog je andere been. En laat maar zakken. Schouders laag. Lichte holling in je rug. Laat maar zakken. Andere been. Doe beide kanten nog één keer. Klein stukje omhoog. En naar beneden. Andere kant. En laat maar zakken. Mag je handen even naar voren toe halen. Hou je voeten dichter naar je toe. Noem op wat de vlinderhouding. Leg je handen even op je voeten. Kijk even hoe ver je je hakken richting jezelf haalt. Dit is wel belangrijk ook. Dat het ontspannen en goed voelt. En je ziet al wat ik aan het doen ben. Ik ben mijn knieën naar beneden aan het bewegen. Heel rustig tempo. En daarmee maken we onze heupen en onze lies even los. Op een rustig, ontspannen manier. En blijf rustig in- en uitademhalen. Hou je schouders ver van je oren. En je rug is recht en je borst is op. Mag je benen omhoog doen en mag je in kleermakerszit komen zitten. Leg je handen even met je handpalmen naar boven op je knieën. Schouders laag. Kijk je even schuin naar beneden. Vervolgens doen we onze kin richting de borst. Voel de strekking aan de achterkant van je nek. Adem rustig in. Doe je hoofd weer rechts. Adem uit. Doe je hoofd naar achteren. Hou je schouders goed laag. Voel de strekking aan de voorkant van je hals. En blijf rustig door ademhalen. Doe het hoofd weer recht. Doe je ene oor naar de schouder. En voel de strekking aan de zijkant van je nek. Hou je schouders goed laag. Gaan we naar het midden. Gaan we naar de andere kant toe. Adem rustig in. Doe je hoofd weer recht. Vervolgens kijk je over je schouder heen. Ontspannen. Kijk hoe ver je komt, zodat het goed blijft voelen. Ga je rustig weer naar het midden. Vervolgens draai de andere kant even op. Misschien voel je verschil tussen beide kanten. Meestal is dat zo. Draai weer nog een keer. Met ons hoofd naar achteren. Weer terug naar het midden. En de andere kant op. Mag je handen naast je neerleggen. Gaan we de zijstretch doen. En de bedoeling is dat je op je uitademhaling even iets verder over je hoofd heen stretcht. Adem in, neem je arm weer omhoog. En vervolgens stretch je over je hoofd heen. Gaan we terug naar beneden met onze arm. En de andere kant. En adem uit. Weer naar beneden. Neem onze armen mee omhoog. En weer mee naar beneden. Adem uit. Stretch je over je hoofd heen. Doe beide kanten nog één keer. En voel de stretching hier aan de zijkant van je flanken. Terug naar het midden. En de laatste keer was dit. Leg je handen weer ontspannen op je knieën. Gaan we onze schouders even roteren. Je ziet al wat ik aan het doen ben. Ik neem de schouders weer omhoog. En draai ze vervolgens naar achteren. Naar beneden. En weer omhoog. In een rustig tempo. Zodat onze schouders goed warm worden. Probeer de beweging zo gecontroleerd mogelijk te doen.
En voel wat deze beweging met je lichaam doet, met je schouders. Misschien zelfs met de bovenkant van je rug. Draai vervolgens de andere kant op. Eerst naar beneden, naar achteren, omhoog, naar voren. En weer naar beneden. En laat je handen ontspannen op je knieën liggen. Nog één keer. Schud even los. Dan gaan we onze romp draaien. Laat je handen en je armen ontspannen naast je naar beneden liggen bij je lichaam. Draai we naar achteren. Vervolgens draai je weer naar midden. Adem in. En draai we naar achteren. Terug naar het midden. Hou je schouders goed laag. Gaan we net doen alsof we een grote bal vastpakken. Met je armen. Je kin naar de borst. Maak je rug maar helemaal bol. Trek je navel naar binnen. Kin naar de borst. En op een inademhaling maak je rug helemaal hol. Eventueel kijk je ook even omhoog. Helemaal bol. Helemaal hol. Helemaal bol. En helemaal hol. Mag je langzaam je handen laten zakken. Mag je vingers in elkaar doen. Dan gaan we onze polsen even losmaken met golfbewegingjes. Dus de ene kant op. Je schouders goed laag, denk aan je houding, je rug is recht. Beide zitbotjes raken de mat. De andere kant op. Ja. Mag je handen nog even voor je borst doen. Adem in, neem je armen mee omhoog. Adem uit, hele grote boog. Doe nog een keer, neem ze mee omhoog, onze handen. Gaan we eerst even naar links. En dan de andere kant op. Klein stukje naar rechts. Nog een keer naar links. En naar het midden. Neem je handen mee naar beneden. Schud maar even los. Heb je sokken aan of een jasje en heb je het al een beetje warm? Dan mag je komen staan nu voor de zonnegroet. Doe je sokken uit en je jas en kom lekker staan. Ik leg mijn matje even wat verder weg. Ik vind het prettiger om op de vloer de zonnegroet te doen. Voel even hoe het is om te staan. Je voeten stevig in de grond. Kijk even naar je voeten. Het is één rechte lijn. Je voeten, je heupen, je schouders. Adem rustig in. Doe je tenen even omhoog. En probeer ze weer gespreid neer te zetten. Mag je handen voor je borst doen en namaste. En op een inademhaling neem je armen mee omhoog. Op een uitademhaling kom je voorover en leg je je vingers gespreid naast je voeten neer. Je hoofd is ontspannen naar beneden. De vooroverhang. Eventueel buig je je knieën om je rug wat verder te kunnen verlengen. Adem in, kijk je omhoog. Adem uit, ga je met links een grote stap naar achteren doen.
de psoas-stretch. Volg plaats je andere benen bij, daarmee kom je in een hoge plank. Let erop dat je vingers gespreid plat op de grond zijn. Laat je lichaam gecontroleerd zakken, zodat je op je buik komt liggen, in de buik liggen. Laat je handen zo staan. Adem in, neem je borst omhoog naar de cobra. Schouderbladen naar elkaar toe. Je kan naar beneden kijken, je mag ook omhoog kijken richting het plafond. Krul je tenen in de mat. Laat je handen, je vingers gespreid, plat op de vloer staan. En duw je heupen op een uitademhaling naar achteren, naar de neerwaartse hond, de downward dog. Eventueel buig je je knieën, zodat je rug verder kan verlengen. Je ellebogen zijn smal, je hoofd hangt ontspannen naar beneden. Probeer je benen te strekken. Adem krachtig in en uit. De H-ademhaling. Eventueel loop je op de plek om de achterkant van je spieren, van je beenspieren, wat verder te strekken. Vooral de mensen die hard lopen, zullen voelen dat het wat gevoelig is. Laatste ademhaling. Vervolgens een stapje met links, een grote stap naar voren richting je handen. Plaats je je andere benen bij, kom je weer in de vooroverhang. Neem je via zijwaarts je armen mee omhoog. En op een uitademhaling neem je handen weer mee naar beneden. Schud even los. Je benen, je armen, ontspan even. Voel even de eerste zonnegroet na. Voel even je ademhaling, je hartslag. Gaan we naar de tweede zonnegroet. Mag je handen weer voor je borst doen en namaste. Adem in, neem je armen mee omhoog. Adem uit, kom voorover. Plaats je handen naast je voeten, hoofd ontspannen naar beneden. Als het mogelijk is, ga je nu met rechts een grote stap naar achteren doen. Vervolgens met links sluit je bij, hoge plank. Laat je lichaam zakken en dan kom je op je buik liggen. Op een inademhaling duw je borst omhoog naar de cobra, schouderbladen naar elkaar toe. Krul je tenen in de mat, duw je heupen schuin naar achteren, naar de neerwaartse hond. Je ellebogen zijn smal. Hoofd ontspannen naar beneden. Adem krachtig in en uit. De neerwaartse hond. Kijk als het mogelijk is tussen je benen door. En blijf krachtig in en uit ademhalen. Verleng je rug. Laatste ademhaling. Vervolgens ga je met rechts een grote stap naar voren naar je handen. Je andere voet komt bij. Sluit bij, zodat je voeten op één rij staan bij je handen. Adem in, neem via zijwaarts je armen mee omhoog. Adem uit, neem je handen mee naar beneden. Schud even los. Ontspan even. En voel even na. Ik pak mijn matje er even bij. Want je mag komen liggen in de rug liggen. Je benen zijn lang. Je billen raken de mat. Je schouders. Je handen liggen met je handpalmen naar boven. En voel eventjes de twee zonnegroeten na. Je nek is recht en je hoofd, je schedel raakt de vloer. Mag je je knieën naar je toe halen? Die staan nu omhoog richting het plafond. Je voeten richting je billen. En vervolgens haal je je knieën naar je borst toe. Mag je je armen
om je knieën heen sluiten. Probeer je schouderbladen op de mat, op de vloer te laten liggen. Dit is de bevrijdende houding. En blijf even een paar ademhalingen in deze houding liggen. Probeer je knieën steeds iets verder richting je borst te halen, richting je buik. De ademhaling. Adem in door je neus, uit door je mond. Mag je bij je voeten weer terugzetten op de mat. Plaats je rechter enkel op je knie die omhoog staat. En vervolgens haal je je linkerbeen naar je toe. Je armen komen in je knieholte. En deze houding heet ook wel de oog van een naald. Adem rustig in en uit. Let erop dat je schouders, je schouderbladen de mat raken. Je nek lang is. Krachtig in en uit. En op de inademhaling kan je je knieholte, je knie, je been die je vasthoudt steeds een stukje naar je toe halen. En eventueel kan je knie die over het was ligt steeds iets verder van je afduwen. Maar probeer het maar gewoon uit. En blijf rustig. Doorademhalen. Nog één ademhaling. Mag je je been loslaten. Plaats je hem weer op de mat, op de vloer. Je andere benen naast. Zet je je voetzolen tegen elkaar en laat je je knieën even naar buiten vallen. Mag je even ontspannen in deze houding. Inademhaling, doe je knieën weer omhoog, kom je voeten op de mat te staan en wisselen we van been. Dus plaats je je linker enkel op je knie, haal je rechterknie naar je toe, pak je knieholte vast en vervolgens voel even of je schouders goed de mat raken, of je nek recht ligt. Je hoofd de mat raakt en gebruik de H-ademhaling. Adem in en weer uit. Adem in door je neus en weer uit door je mond. Op de inademhaling kan je been iets verder naar je toe halen en je knie wat verder van je afduwen. Maar voel goed wat goed voelt voor jouw lichaam. Elk lichaam is anders gebouwd en heeft iets anders meegemaakt. Maak verbinding door middel van de ademhaling met je eigen lichaam. Laatste ademhaling. Zijn we toe aan de asana's. En probeer maar achter op je matje te gaan staan. Doe even onze handen weer voor onze borst. Adem we in, komen we omhoog. Adem uit, komen we voorover. En vervolgens doen we onze linkerbeen naar achteren en ons rechterbeen en komen in onze buik en op onze buik liggen. Mag je even je kin richting de borst doen. Even ontspannen in de buik liggen. Gaan we eerst de houding van de sprinkhaan doen. Mag je je benen tegen elkaar aanleggen. Eventueel je tenen even pointen. Je duimen naar beneden. Je doet alvast je schouderbladen
iets naar elkaar toe, je armen. En op een inademhaling kom je met je borst en je benen omhoog. Voelt het niet goed om met je borst ook omhoog te komen? Dan doe je alleen je benen omhoog. Kies even je eigen optie, wat goed voelt. Voelt het niet goed om je benen omhoog te hebben? Dan kom je alleen met je borst omhoog. Adem krachtig in en uit. En gebruik je ademhaling om steeds iets dieper en verder in de houding te komen. Laatste ademhaling. En op de uitademhaling laat je langzaam je lichaam naar beneden zakken. Laat je armen naar voren. Schud even los. En ontspan even. Voel even de springhaanhouding na. Gaan we naar de volgende houding. Mag je je vingers gespreid bij je schouders neerleggen. Je handen plat op de mat. Je kin ligt op de mat. Je benen tegen elkaar aan. En op een inademhaling duw je je borst omhoog. Heb je last van je polsen of van je handen, dan kan je eventueel ook op je elleboog gaan liggen. En deze houding heet dan de Sphinx en anders gaan we de Cobra doen. Adem in, duw je borst omhoog. Vingers gespreid, schouders van je oren af, schouderbladen naar elkaar toe. Eventueel kijk je omhoog. Adem krachtig in en uit. Je benen zijn recht. Gebruik de ademhaling of de ocean breath. Probeer je schouderbladen goed naar elkaar toe te duwen. Adem nog één ademhaling in en uit. Adem in en vervolgens duw je je billen omhoog in de kruiphouding. Mag je met je knieën iets verder naar je handen toe komen? Mag je knieën wat breder dan je matje maken? Je voeten naar elkaar toe. Gaan we de child pose, de kindpositie doen. Mag je je billen naar je voeten toe halen. En vervolgens kom je voorover met je romp. Plaats je handen, je armen van je af. Je vingers gespreid. En je kan eventueel op je voorhoofd komen liggen. Mag ook op je kin. En je kan ook op je wang gaan liggen. Kies je eigen optie. Voelt het niet fijn om je armen van je af te hebben? Dan kan je eventueel ook je handen naar achter leggen. Op je billen of naar je voeten toe. Kies even wat voor jou het meest prettig is. Als je op deze manier ligt, de officiële manier van de child pose, dan kan je daarmee je rug verlengen. Je voelt ook meer ruimte komen onder je oksels, je flanken. Adem krachtig in en uit. En probeer met je vingers eventueel nog iets verder van je af te lopen. Op een inademhaling neem je vingers, je handen en je armen naar je toe. Duw jezelf omhoog naar de knie zit. En dan mag je proberen of je in de knie zit blijft of je gaat naar de heldhouding, de zittende heldhouding of de liggende heldhouding. Ik zal ze stap voor stap voordoen en kijk maar wat voor jou het meest prettig is. Kan je in de knie zitten, voelt het niet helemaal fijn, dan kan je eventueel een kussentje onder je knieën leggen. Je kan ook een kussen of een dekentje in je knieholtes leggen. Doe dat maar even voor jezelf als je al weet dat de heldhouding niet zo'n heldige houding voor jezelf is.
Vervolgens leg je je benen opzij en kom je met je billen tussen je benen zitten. Dit is de heldhouding. En probeer even met je billen ertussen te zitten. Adem rustig naar je buik toe. Probeer zo ontspannen mogelijk te zijn. Dit is de zittende heldhouding. Wil je naar de liggende heldhouding, doe je handen met je vingers naar voren. Kom je langzaam hand, zak je met je rug naar achteren. Kom je eerst op je ellebogen. En vervolgens als je nog een stukje verder wil, dan kom je langzaam hand met je hoofd, je schouders ertussen liggen. Leg je handpalmen naar boven. En dan kom je daarmee in de liggende heldhouding. Adem krachtig in en uit. Gebruik daarvoor de H-ademhaling. Nog één ademhaling. Op een inademhaling kom je langzaam omhoog. Duw je ellebogen. Duw jezelf omhoog. Naar de kruiphouding. Schud even los. En mag je komen zitten. Met je voetzolen tegen elkaar aan gaan we de vlinderhouding doen. Kijk even hoe ver je je hakken richting je buik kan krijgen. Leg je handen op je voeten neer. Je knieën vallen naar buiten. Je borst is op, schouders laag. Adem krachtig in en uit. En gebruik daarvoor de H-ademhaling. Op een inademhaling haal je knieën iets omhoog. En op de uitademhaling laat je knieën verder naar beneden zakken. Gebruik daarvoor de zwaartekracht. Maak goed contact met je lichaam om te voelen hoe ver je knieën naar buiten kunnen. Hou verbinding met je eigen lichaam door middel van de H-ademhaling, de Ocean Breath. Laatste ademhaling. En op de inademhaling neem je knieën mee naar boven. Doe je voeten even van je af en schud even los. Ontspan even, voel even na. Leg je handen maar even op je bovenbenen. En voel eventjes de vlinderhouding na. Mag je komen staan? Voor de staande houding. Rustig aan. Je voeten goed stevig in de mat. Eerst even voorover en langzamerhand, wervel voor wervel, kom je omhoog tot de staande houding. Kom midden in de mat op de mat staan. Zet je voeten goed stevig in de mat. Als eerste staande houding danser. Mag je je linkervoet goed stevig in de mat zetten. Je rechtervoet buig je en probeer je je enkel vast te pakken. Eventueel voor je balans kan je ook in deze houding eerst blijven. Wil je meer uitdaging, dan doe je gewoon de volgende stappen ook mee. Adem in, neem je arm mee omhoog richting het plafond, je linkerarm. En vervolgens op de uitademhaling kom je voorover in de houding van de danser. Blijf krachtig in en uit ademhalen. Hou goede balans. En schud even los. Zet de voeten weer stevig in de mat. Gaan we naar de andere kant. Buig je knie, je voet, pak je enkel beet. Zet je voet goed stevig neer. Kijk even of je een goede balans hebt op dit moment. Adem in, neem je rechterarm mee omhoog.
Adem uit, kom je voorover. Adem krachtig in en uit. Op een inademhaling neem je armen mee omhoog. En op een uitademhaling je handen en je voeten naar beneden. Schud even los. En voel even de houding van de danser na. Mag je je benen een stukje uit elkaar zetten. In een spreid. Lichte spreid. En hoe verder je je benen spreidt, hoe makkelijker het is zometeen om met je handen de grond te raken. Mag je je handen in namaste voor je borst doen. Adem in, neem je armen mee omhoog. Oren zitten tussen je armen. Adem uit, kom voorover. Kijk even waar je handen kan plaatsen. Je hoofd hangt ontspannen naar beneden. Eventueel plaats je je handen met je handpalmen naar beneden. Je kan ook je handen onder je knie, je scheenbeen, je enkel of op je voet plaatsen. En probeer je hoofd zo ontspannen mogelijk naar beneden te hebben hangen. Adem krachtig in en uit. Wil je nog meer uitdaging, dan kan je eventueel ook je hakken vastpakken. En je mag ook je handen met je vingers van je af op de mat of op de vloer neerzetten. Kies je eigen optie. Probeer je benen gestrekt te houden. En maak verbinding met je lichaam om te kijken welke houding, welke positie het beste bij jou past. De ademhaling. En dan kom je langzaam hand op de inademhaling. Wervel voor wervel weer omhoog. Tot staan. Schud even los. En kom achter op de mat staan voor de laatste asana. Schud even. Voeten naast elkaar. Dan ga je met links een grote stap naar voren doen. Je achterste voet staat parallel met de mat. Je heupen staan tussen twee muren. Je schouders zijn laag. Armen maak je gelijk met je schouders. Buig je knie en die komt voor je enkel te staan. Kijk over je voorste arm, je duim naar voren. Adem uit, neem je arm mee omhoog. Doe de omgekeerde krijger. Laatste ademhaling. Adem in. Laat je arm weer gelijk. Adem uit, laat je armen zakken. Kom je benen weer achter op de mat. En schud even los. Ontspan even, voel even na. Gaan we naar de laatste omgekeerde krijgen. Maak je met rechts een grote stap vooruit. Achterste voet staat er parallel met de mat. Je heupen staan tussen twee muren. Schouders laag. Armen naar beneden. Adem in. Neem je armen gelijk. Op gelijke hoogte met je schouders. Buig je knie. Eventueel duw je wat verder van je af. Adem in. Neem je armen omhoog. Adem uit. Verder naar achteren. De omgekeerde krijgen. Laatste ademhaling.
gelijk. Adem uit, laat je armen zakken naar beneden. Plaats je benen dichter bij elkaar weer. Schud even los. En dan mag je komen zitten op de mat. Voor de pranayama, kom in kleermakerszit zitten. We gaan een speciale ademhaling voor vandaag doen. En dat doen we met een mudra, een nidra. Mag je met je duim omhoog doen. Je doet je wijsvinger en je middelvinger naar beneden. Je ringvinger en je pink zijn bij elkaar. Je andere hand ligt ontspannen op je knie. Je legt je duim op je neusgat. Adem je in door het vrijgekomen neusgat. Vervolgens leg je die andere twee vingers, je ringvinger en je pink erop. Hou je adem even vast. Vervolgens haal je duim eraf en adem je uit. Adem in. Hou vast. En adem uit. Adem in. Hou vast. Hou je duim eraf. En adem uit. Hou vast. En adem uit. Hou vast. Duim eraf. Adem uit. Adem in. Hou vast. Adem uit. Plaats je ringvinger en je pink erop. Hou vast. Duim eraf. Adem uit. Adem in. Hou vast. Adem uit. Adem in. Hou vast. Adem uit. Laatste keer. Hou vast. Adem uit. Het is een reinigende ademhaling en het zorgt ervoor dat al je energiekanalen gereinigd worden. En ook dat komt mede doordat je door iedere keer een ander neusgat inademt en uitademt. Mag je nu even rustig ontspannen deze ademhalingsoefening navoelen en mag je komen liggen op de mat. Stel dat je je sokken uit hebt, kan je nu natuurlijk even de tijd nemen om je sokken aan te doen. Heb je een dekentje bij de hand, dan pak je even het dekentje erbij en kom je lekker liggen. En dan mag je heerlijk op je rug komen liggen voor de eindontspanning. Een belangrijk onderdeel van de yogales. Ontspannen. Na inspannen. Kom lekker liggen. Voel even of je voeten een klein stukje uit elkaar liggen. Recht liggen. Of je billen de mat raken. Je schouderbladen de mat raken op de vloer. Je schouders ver van je oren afleggen. Je handpalmen liggen naar boven, een klein stukje van je lichaam af. Je nek is lang. En je schedel raakt de grond. Je ogen zijn heerlijk ontspannen en dicht. Adem rustig in.
Voel hoe je borst en je hart heerlijk ontspannen zijn. Voel de ontspanning in je buik. Voel hoe je rug ontspannen de grond raakt. Je billen zijn ontspannen. Je benen. Je enkels. Je voeten. En je tenen. Van top tot teen ben je helemaal ontspannen. En gebruik je ademhaling om nog in een diepere ontspanning te komen. Misschien kan je voor je zien dat je op een inademhaling helemaal inademt tot in je bekken. Misschien zie je het voor je. Misschien kan je ernaar handelen. Probeer op een ontspannen manier nog dieper te ademhalen. Zodat je in een nog diepere ontspanning komt. Dankbaar dat je met je lichaam zo licht als een veertje wordt. Alsof je op een wolk ligt. Zie het maar voor je. Of droom er maar van. Van top tot teen ben je hartstikke licht. Diepe ontspanning. Voel die zachte wolk onder je. Alsof je er helemaal in ligt. Voel de zachtheid van de wolken. De geborgenheid en de veiligheid. Adem rustig in en weer uit. En geniet nog even van dit moment van diepe ontspanning. Moment voor jezelf. Even mogen wegdromen. En langzamerhand word je weer wat zwaarder. Je komt de wolk weer wat langzaam met je tenen en je vingers. Neem je handen mee over je hoofd. Rek jezelf even helemaal uit. Leg je handen weer naast je lichaam neer. Haal je knieën naar je toe. Leg je armen om je knieën. Je schouders en je nek en je hoofd. Blijf ontspannen op de mat liggen. En wieg jezelf rustig heen en weer. Vervolgens leg je je linkerbeen plat op de mat en kom je tot zit. Mag
je handen voor je borst doen en namaste. Adem in, neem je armen mee omhoog. Adem uit, neem je handen mee omlaag. Dankjewel dat je met deze zesde Hatha Yoga les hebt meegedaan. En tot de volgende keer. Fijne avond, slaap goed en maak er een mooi weekend van. Tot ziens. Doei doei.